In januari 1942 kreeg mijn vader een brief dat alle Hollanders werden opgepakt. En mijn vader was toen in 1944 overleden. Ach. En toen was het Japanse inval, 1942. Ja. Maart 1942. Japanse inval. Ja, en de scholen waren gesloten, dus we konden niet naar school. En dat duurde tot 1945. Toen was dus de capitulatie van Japan. Ja, dat was zo. Maar mijn moeder was alleen, dus we kon niet. Wij moesten wel het kamp in, omdat we Europeanen zijn. Maar zij, de Indonesië, die kende dus haar als, die noemde haar gewoon een Javaan. Ze eigenlijk door het huwelijk Nederlander is geworden. Precies. Ja. In 1949. Dat was nog geen republiek, maar ze vochten. Alles wat Nederlander was, dat werd opgeschoten. Je hebt toch die oorlog, de troepen, die Nederlandse troepen, die hebben toch gevochten van 47 tot 49 tegen de Indonesiërs. Jazeker. Ja. Omdat Sukarno dus republiek wilde worden. Nee. Gelukkig niet, want Lawan was een klein plaatsje. Malang, die 10 kilometer verder lag, daar werden alle 65'ers en jongens, die werden geïnterneerd. Mijn vader was ziekelijk en hij moest zich melden in Singosari. Door de Japanners werd hij afgewezen, dus hoefde niet geïnterneerd te worden. Maar alle andere 60er plusser tot 65, die moesten, die werden toen geïnterneerd door de Japan. Wij kwamen weinig buiten, dat wij bang waren. Ja. Onderweg bijvoorbeeld gepakt te worden. Dat was stom. Alles wat Europeaan was, werd wel gepakt.